Goedendag, het WK voetbal ligt achter ons. De Tour is in volle gang en ook de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen zijn alweer enkele weken onderweg. Straks kijken we naar Feyenoord, Excelsior en FC Dordrecht. Maar we beginnen met Oranje. Afgelopen week kon u bij ons zien hoe Giovanni van Bronckhorst na het WK voetbal werd gehuldigd in zijn woonplaats Krimpen aan de IJssel. De aanvoerder van Oranje was niet de enige die in het zonnetje werd gezet. Zo liep Katwijk uit voor oud-Feyenoorder Dirk Kuyt. In zijn geboortedorp werd de spits van Oranje uitgebreid gehuldigd. Op Sportpark Nieuw-Zuid, waar Quick Boys speelt, kreeg Kuyt 2010 euro voor zijn eigen stichting. Daarna konden de kinderen een handtekening halen bij Kuyt. De inwoners van het Limburgse Meersen kwamen naar de Grote Markt om Bert van Marwijk toe te juichen. De bondscoach werd ereburger in zijn woonplaats en benoemd tot Limburger van verdiensten. Dan naar Feyenoord. Dat leverde afgelopen woensdag een wanprestatie door met 0-0 gelijk te spelen tegen het Zeeuwse elftal. 'S Morgens had de ploeg van Mario Been nog een zware training afgewerkt. En Feyenoord miste weliswaar veel belangrijke spelers. Maar dan nog mag er natuurlijk nooit gelijk gespeeld worden tegen een amateurelftal. Voorafgaand aan de wedstrijd worden Dennis en Gerard de Nooier bedankt voor hun inzet voor het Zeeuwse voetbal. De tweeling stopte het afgelopen seizoen op 41-jarige leeftijd bij hun club Soeburg, nadat ze jarenlang betaald voetbal hebben gespeeld, onder andere natuurlijk bij Sparta. Voor de oefenwedstrijd tegen het Zeeuwse elftal heeft Feyenoord-trainer Mario Been maar 15 fitte spelers tot zijn beschikking. De twee aanwinsten van VVV zijn er wel bij. Zoals deze Ruben Schaken, hier met de voorzet, en Adil Awassar kopt over. De eerste kans voor Feyenoord na 2 minuten spelen. Al snel blijkt dat het een lastige avond gaat worden voor Feyenoord. Het baltempo is veel te laag en de passing niet nauwkeurig. Hier, Karim El Amadi, die denkt eventjes te openen op links. Uit de inworp daarna verovert Jacob Biseswar gelijk de bal. Loopt door naar de 16, schiet ook van afstand, maar de bal is makkelijk te vangen voor keeper Leon Weda, normaliter de doelman van Duiveland. Door de afwezigheid van Castaños, Cisse en Thomasson staat Wijnaldum in de eerste helft in de spits bij Feyenoord, maar hij komt nauwelijks in het spel voor. Hier wel een overtreding op die Wijnaldum. De vrije trap die volgt is voor de nieuwe aanvoerder van Feyenoord, voor Ron Vlaar. De centrale verdediger die natuurlijk erg trots is op de band om zijn arm. Nu zal ik toch nog meer een voorbeeld moeten zijn. En ik denk dat het een hele mooie uitdaging is nogmaals. En dat ik daarin absoluut nog kan groeien. Dus als me dat gaat lukken, dan word ik absoluut weer een betere speler. In de tweede helft 4 wissels bij Feyenoord. Bijvoorbeeld deze Luigi Bruins. Hij vindt Wijnaldum, die een andere invaller ziet. Deze Kelvin Leerdam krijgt alle tijd en ruimte om te schieten. Maar ook hij deelt in de malaise. Pas 10 minuten voor tijd, in de 80ste minuut, wordt de Zeeuwse keeper echt getest. Het is een goede actie van Ruben Schaken, maar het blijft 0-0 tegen de amateurs, van wie een aantal van hen speciaal voor deze wedstrijd eerder terugkwam van vakantie. Een schande natuurlijk voor Feyenoord dat in de slotfase nog wel op zoek gaat naar die overwinning, maar strandt in het geven van slechte voorzetten, in dit geval hier van Tim de Cler. In de laatste minuut is er aan de andere kant wel een goede voorzet. Ronald Zwager geeft voor, maar Erwin Mulder redt net voordat Patinama kan inkoppen. Een blamage voor Feyenoord, dit 0-0 gelijkspel, dat in de allerlaatste secondes nog wel een vrije trap krijgt. Luigi Bruins achter de bal, maar de voorzet is weer niet goed. Het enige wat Bahir kan doen is hem als een volleyballer in het doel slaan. Het blijft dus 0-0 tegen de amateurs uit Zeeland. Een wanprestatie voor de profs van Feyenoord. Ik vind dat we weinig hebben afgedwongen, weinig kansen hebben gecreëerd. En wat we op het doel schoten, ja, dat pakte de keeper. Dus al met al vind ik het in die zin teleurstellend. Het blijft een trainingsweek. Maar je had wel deze wedstrijd gewoon moeten winnen. We zijn gewoon niet slagvaardig genoeg. En de tempo zal daarin omhoog moeten. En we zullen daarin gewoon veel scherper moeten zijn. En dat ontbrak gewoon. Was de meest wijze les vandaag, ook al wist je dat misschien al, dat Feyenoord echt een spits nodig heeft? Nou ja, zeker ook als Luc Castaños nog eens weg is, Sekou Cissé nog eens geblesseerd, is Thomasson er niet bij is. Ja, dan hebben we op die positie natuurlijk helemaal niks en daar ga je gekunstelde dingen doen. Ja, en dan zie je een Wijnaldum dat op zijn manier invullen, dan zie je Biseswar dat op zijn manier invullen, maar dat blijkt dan gewoon veel te weinig te zijn. Wat Feyenoord niet lukte, lukte Excelsior afgelopen dinsdag wel, namelijk scoren. Tegen vierde klasser NOC Kralingen werd het 17-0.
Ook al was het een wedstrijd tegen amateurs, twee testspelers kregen de kans zich te bewijzen bij Excelsior. Een Duitse alleskunner en een keeper met een verleden in Kralingen. I start with Skype Söringen, then I played MSV Duisburg, I played SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, and the last station, and before I play Aue, they play now second league in Germany, and Rot-Weiß Essen. Ik had bij Vitesse 2 jaar contract en optie. Nou ja, iedereen weet dat het financieel in Nederland niet goed is. Nou, bij Vitesse ook niet. Daar werden alle contracten die afliepen werden sowieso niet verlengd. De dure jongens die moesten verkocht worden. En Vitesse maakte een frisse start. Dus ik werd een soort werkeloos. Ja. En daarom probeer ik nu gewoon aan een club te komen. I think I'm a flexible player. I can play a lot of positions. And I play right and left side. Ja, Benjamin heeft van dag 1 een uitstekende indruk op mij gemaakt. En datgene wat we van hem verwachten, daar heeft hij aan beantwoord. Of course, I hear of this club. And because Rotterdam heeft 3 clubs. And if you're interested in football, and you know beside Belgium and Netherlands, all the clubs. Of course, I know Excelsior. En daar waar Baltus nog mogelijkheden zag om te scoren in de oefenwedstrijd van Excelsior tegen NOC Kralingen, was het voor de doelman Ronald Graafland een rustig helftje keeper. En dat is dan toch lastig om je te bewijzen. Ja, er zat nog één lekkere bal bij. Dus wat ik moest doen was goed. En gelukkig dat ik tweede helft speelde, want mijn collega in de eerste helft had één trustverbal en dat was het. Nu kun je dat ook in bepaalde punten wel doen, in coaching, et cetera, et cetera. Maar eerlijk gezegd gebeurt dat op een niveau dat niet voor beoordelingen vatbaar is. Stel dat dit niks wordt, wat ga je dan doen? Dan ga ik gewoon bij de amateurs voetballen. Kijk, ik ben keeper geworden omdat ik het leuk vond. Nou ja, als niemand mij wil, dan zei het zo en dan ga ik gewoon bij de amateurs voetballen. Bij welke club gaat het worden dan? Ik heb overschrijving aangevraagd bij Nieuwekerk. Daar, de trainer en de keeperstrainer zijn bekenden voor me. Okay. Dus daar heb ik zin in dan als het hier niks mag worden. Tijdens de fotopersdag van Excelsior gisteren was er geen plek voor Ronald Graafland ingeruimd. Maar voor Benjamin Baltus was wel een foto te maken. Het heeft alles te maken met dat hij keeper is. En als hij dus niet gecontracteerd wordt, dan hebben we nog 3 spelers die er nu niet zijn. Dus dan plakken we een andere kop op het lijf. Dus dat is meer uit praktisch oogpunt gedaan. Is dit wat je bedoelt, Simon? Ja, beide spelers horen na het oefenduel tegen Westerlo van morgen of ze een contract krijgen aangeboden bij Excelsior. Beelden van dat duel in België zijn overigens ook te zien maandag in TV Rijnmond Sport. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen neemt FC Dordrecht het op tegen ploegen van formaat. Zo volgen er de komende weken nog oefenduels met Feyenoord en ook RKC Waalwijk. Afgelopen dinsdag speelde Dordrecht in Harkstede tegen FC Groningen. Commentaar bij die beelden is van Dennis van Eersel. FC Dordrecht, spelend in het groen, had te weinig in te brengen tegen FC Groningen. De ploeg uit de Eredivisie in de aanval met een diepe bal van Van der Laak. Geschutter in de defensie van Dordrecht. En het is Gonzalo Garcia die dankjewel zegt. Hij maakte de 1-0 voor FC Groningen. Het wordt nog voor rust trouwens ook 2-0. En een rake strafschop. Achter de bal staat Andreas Grankvist. Daar komt zijn aanloop en hij laat Stef Doudé kansloos. En maakt op prachtige wijze de 2-0 voor FC Groningen. Tweede helft dan, met opnieuw Gonzalo Garcia die aan de bal komt. Hij de uitblinker bij FC Groningen, maar hij kreeg geen contract van die club. Krijgt de bal wat gelukkig mee en schiet dan via de binnenkant van de paal de 3-0 binnen voor FC Groningen. Dordrecht inderdaad weinig in te brengen en het wordt zelfs nog 4-0 uit een rake strafschop van Tim Keurtjes. Doet dat mooi, de Dordtse supporters niet blij met die 4-0 uitslag, die van Groningen des te meer. Komende dinsdag speelt FC Dordrecht haar volgende oefenwedstrijd. Aan de Krommendijk komt dan Feyenoord op bezoek. En daarmee komt er einde aan deze sportuitzending. We zijn er maandag, als gezegd, opnieuw. Dan weer met volop oefenvoetbal. Graag tot dan. Voor nu bedankt voor uw aandacht. En nog een prettige dag toegewenst.
Goedendag, het WK voetbal ligt achter ons. De Tour is in volle gang en ook de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen zijn alweer enkele weken onderweg. Straks kijken we naar Feyenoord, Excelsior en FC Dordrecht. Maar we beginnen met Oranje. Afgelopen week kon u bij ons zien hoe Giovanni van Bronckhorst na het WK voetbal werd gehuldigd in zijn woonplaats Krimpen aan de IJssel. De aanvoerder van Oranje was niet de enige die in het zonnetje werd gezet. Zo liep Katwijk uit voor oud-Feyenoorder Dirk Kuyt. In zijn geboortedorp werd de spits van Oranje uitgebreid gehuldigd. Op Sportpark Nieuw-Zuid, waar Quick Boys speelt, kreeg Kuyt €2010 voor zijn eigen stichting. Daarna konden de kinderen een handtekening halen bij Kuyt. De inwoners van het Limburgse Meerse kwamen naar de Grote Markt om Bert van Marwijk toe te juichen. De bondscoach werd ereburger in zijn woonplaats en benoemd tot Limburger van verdiensten. Dan naar Feyenoord. Dat leverde afgelopen woensdag een wanprestatie door met 0-0 gelijk te spelen tegen het Zeeuwse elftal. 'S Morgens had de ploeg van Mario Been nog een zware training afgewerkt. En Feyenoord miste weliswaar veel belangrijke spelers. Maar dan nog mag er natuurlijk nooit gelijk gespeeld worden tegen een amateur elftal.